De Martinuskerk in Arnhem bestaat in 2020 150 jaar. Om dat te vieren gaat de kerk zich de komende 5 jaar openstellen voor publiek, zodat iedereen kan genieten van de bijzondere elementen in deze kerk. Zoals bekend was hier in 1944 de slag om Arnhem. Deze kerk is wonderwel daar redelijk goed doorheen gekomen. Ter herinnering aan die slag om Arnhem is in deze kerk een prachtig mooi gebrandschilderd raam aangebracht. Hier zien we nog een ander bijzonder item van deze kerk. Dit bijzondere doopvont. Het bijzondere van dit doopvont is, het is natuurlijk allemaal met de hand gemaakt, dat het zo gedetailleerd is. En het doopvont is vrij eenvoudig te bedienen. Je kunt namelijk hier, met deze hendel, kunnen we de bovenkant omhoog doen. Heel iets. Daarna kunnen we de bovenkant afschuiven. Ik zal het niet te ver doen. En dan kan de doop hier plaatsvinden, waar de baby met wijwater gedoopt wordt. Say hallelujah, drop your hands, the bucket is king. Nou, een van de dingen die hier bij de laatste restauratie tevoorschijn zijn gekomen, dat zijn schilderingen die onder de verf uit zijn gekomen. En dat zijn afbeeldingen van Vincentius, de heilige Vincentius. Aan deze kant ziet u een Maria-beeld met kind. Dat is een beeld wat nog stamt uit de middeleeuwen. Dus u kunt zich wel voorstellen dat dit beeld de reformatie heeft overleefd. De beeldenstorm. En allerlei oorlogen die geweest zijn. Wij zoeken dus vrijwilligers die straks, als de kerk opengesteld wordt, mensen kunnen ontvangen. Natuurlijk ook toezicht houden, omdat we dus van plan zijn om alle kostbaarheden tentoon te gaan stellen. Ja, daar moet dan toch toezicht voor zijn. Het blijft een religieus gebouw met alle erediensten die erbij horen. Een huis voor bezinning en gebed. Een verborgen schat in het centrum van Arnhem. Daar kunt u vrijwilliger worden. Iets voor u? Gelderlandhelpt.nl voor meer informatie. Bedankt voor het kijken.